Yes, mensen. Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik even iets heel anders doen dan normaal. Want we gaan namelijk house flip spelen. House flipper is een uh, ja, soort bouwkundig iets spel. Uh, dus ja, laten we gewoon lekker beginnen. Dus uh, laten we gewoon lekker de game duiken. Let's go. Yes, we zijn er aangekomen in de game. Of ja, weer. We zijn aangekomen in de game. En uh, ja, zoals jullie zien is dit mijn optrekje. Uh, we gaan even op de laptop kijken. Roussen. Dan gaan wij gewoon een nieuw huis kopen. Ik heb er al drie in bezit. Daar is mijn broertje zo mee bezig. Ik heb het ook af en toe gedaan. Um, dit schijnt een heel raar huis te zijn, dus laten we niet gewoon gelijk heel gek gaan doen. Ik heb trouwens zoveel geld dus op zich kan wel aardig verbouwen. Um, ja, ik, ik vind dit wel gewoon een mooi huisje om mee te beginnen. Kijk, het is lekker vies. Dat gaan we gewoon lekker opknappen allemaal. Ehm... Um, dus ja, laten we dat gewoon lekker doen. Uh, oh, wacht. Um... <laughs> ik zit bij de verkeerde te kijken. Hier moeten we kopen. We kunnen ook een mooi huis op de maan kopen. Maar dat zouden we misschien nog een keer van een andere serie kunnen doen. Moet ik ook even wat geld uh, sparen, want het kost uh, meer dan 4 ton. Ik heb maar 276.000. Dus uh, ja. Laten we even kijken wat wij allemaal hier hebben. In de aanbieding. Deze ziet er wel sick uit. Hier heb je ook veel mogelijkheden. Mooi zwembad. Laten we deze gewoon lekker kopen. Hoppatee. Gaan. Uh, dus ja, dat. <laughs> uh, het is een heel vet spel. Je kan heel veel. Uh, en het kost ook helemaal niet zoveel geld. Nou, hier hebben we het huis. Laten we het gewoon gelijk even aan de buitenkant. Het is lekker natuurlijk. Je hoort foto's, fluiten. Je zit aan een mooie weg. Uh, dus dat is sick natuurlijk. Uh, nou, het ziet er heel clean uit. Op dit allemaal na. Dit, ja. Dit kan gewoon nog gelijk weg. Uh, deze kan open, zie ik. Kijk, sick. En uh, dit is. Oh, dat zijn gewoon platen. Kijk, we hebben gelijk wat meer licht in het huis. Dat scheelt. Oké, okay, uh, deze doen we gewoon lekker dicht. Dit is het minst leuk om mee te beginnen. Laten we gewoon eerst de voordeur ingaan. gaan. Kijk, let's go. Oké, okay, we zitten nu in het huis. <laughs> zoals jullie kunnen zien: hamburger. Oh, oh hamburger. Burger. Bur hamburger. -burg. Oké, okay, nice. Geen hamburger. Um, ik pak gewoon mijn verkoopapparaatje. Dus alles wat, ja, wat ik niet mocht kunnen verkopen, dat doe ik gewoon weg. Kijk, hier krijg ik allemaal geld. Voor. Ja, dat doen we gewoon allemaal weg. Dat doe ik allemaal niet in meuk. Ik maak het gewoon lekker leeg. Dat vel, dat doen we ook gewoon gelijk even weg. Dit kan ook allemaal weg. Uh, deze kan wel interessant zijn. Dus die laten we even staan. Die verplaatsen we gewoon even naar een hoekje toe. Zodat we die nu niet in de. In, oh, Um, zodat die nu, nu, zo. Ah, praten is moeilijk. Hé, <laughs> hey, hoe moest je nou draaien dan? Ik dacht met, oh, oké, okay, nice. Hij staat hier. <laughs> ik zet hem wel gewoon hier neer, uh, op we zijn dus daar vanaf. Um, ja, ik heb het al best wel een tijdje niet gespeeld, maar ik denk dat het kan gewoon best wel een interessante serie worden om te doen. Uh, hier ligt nog het veld, dat kan weg. Uh, laten we trouwens eens even van de kamers checken. Oké, okay, hier hebben we ook een kamer met de aansluiting. alles. Dus dat is nice. En dan hebben we hier een kamertje. Hier heel veel ruimte nog trouwens. Oh, dit is sick. Oké, okay, nice. Hier hebben we een badkamer. Oké, okay, gekke plek trouwens. Je hebt hier een hele kleine kamer. En hier nog een badkamer. Oké. Okay. Hier hebben we die grazie. Nice. Oké, okay, het is een hele rare indeling. Dan zeg ik het zelf. Want. Um, hier heb je een klein kamertje. Dus het lijkt mij gewoon van. Hé, hey, pro. Trek heel die keuken open. Heel deze muur er hier uit Dan heb je dit bij je keuken. Dus heb je weer een grotere keuken. Um, maar je woonkamer is ook hartstikke groot. Hier heb je nog open slaande deuren en dat soort dingen. Um, de voordeur vind ik een gekke plek. Maar daar kunnen we volgens mij niks aan aanpassen. Um, dus ja, ik ga nu gewoon eerst alles een beetje klaarmaken. Clean en zo. En dan um, gaan wij gewoon. Even kijken hoe we het gaan doen. Want het is, het is een rare indeling, moet ik zeggen. Het is groot, maar het is onlogisch ingedeeld. Uh, waarom zeg ik dat? Nou, omdat het gewoon. Kijk, je hebt hier een hok. Ja, het is handig om je spullen op te ruimen. Maar, hé, hey, wat heb je hier dan? Zo! Morgen! Dat is even flink cash zo, uh, kijk. Gewoon een geldput. Nou, die kan je er ook gelijk uitbreken, natuurlijk. Dan heb je. Helemaal niks aan, anders die gaan we gelijk uitrammen. Oh. Oké. Okay. Moet je dit gewoon dicht polijsten of zo? Wacht. Oké, okay. dit uh, is uh, raar. Er zit gewoon een, een gat of zo. Well, I don't know. <laughs> een gat met geld, nou prima. We gaan zien of we dat kunnen dichten. Ik hoop het wel. Um, hier hebben we nog één dingetje staan, die kan ook weg. Uh, nou de badkamer ziet er op zich al clean uit. Alleen hier een beetje vies, maar dan pakken we die. Kijk, dan is ze weg. Hier nog een beetje viezigheid. Uh, maar, die deurstijlen die kunnen ook allemaal wel weg. Want het ziet er natuurlijk gewoon niet uit. Dat, dat worden sowieso allemaal nieuwe deuren, dus die verkopen we ook gewoon allemaal. Uh, kijk, dan hebben we gewoon allemaal open deuren nu. Die craftieren, zullen we die er ook af kunnen poetsen? Ja, dat gaat normaal niet zo heel makkelijk, denk ik. Maar hé, hey. we <laughs> moeten toch even iets. Uh, nou, dus dat hebben we nou ook geregeld. Hier ligt nog wat troep op de grond, dat kan ook weg. Uh, maar jongens, en mij, ik ga jullie gewoon vragen: dan doen we dat gewoon in de volgende aflevering. Moeten wij deze muur eruit gaan slopen, zodat wij in de keuken meer ruimte hebben? Of moeten we juist hier deze badkamer weghalen? Dan dit doortrekken, zeg maar. Dat we hier een grote slaapkamer van maken. En dat we dan hier ook een slaapkamer van maken. Zeg maar. Nee, wacht. Ik ben nu even dom aan het lullen. Deze badkamer weg. En dan trekken we dit hier zo gelijk. Dan maken we hier een klein kinderkamertje, bijvoorbeeld, van of zo. Dan maken we hier een grote kamer van als dat kan. Want ik weet niet hoe. Wacht, ik geef even de achterdeur uit. Want, oei, heb je hebt hier een zwemadje, even lekker zwemmen. <laughs> Oké, okay, hier heb je ook ramen. Oké, okay, hier moet ergens een loze ruimte zijn. Want kijk, als jullie mij begrijpen, dit is nooit net zo diep als hier. Maar dat komt natuurlijk omdat je hier die badkamer hebt, dus hier heb je gewoon heel veel ja, ruimteverlies. Dus ik denk dat, ja, dat dit er gewoon helemaal uit moet. Uh, deze muur ga ik nu sowieso uitslopen. Deze wacht ik nog mee. Dat, dat laat ik aan jullie. Van, ja, hey, als jullie zeggen: van, hé, hey, die muur moet eruit. dan gaan we dat regelen. Uh, dus ja, dit. En deze kunnen we nog een uitsloper Dan komen we bij de badkamer. Uh, die hier achter zit, zeg maar. Dus dat is een helemaal iets meer een overzicht van hoe we het kunnen doen. Uh, en hier is, links zie je trouwens alle mensen. die, die zegt nu ook iemand. Er is wat afval te verwijderen. Ja, deur. <laughs> Als het nog maar, die, dat zijn zeg maar potentiële kopers die interesse hebben in het huis eventueel. Nou, hier komen we bij de badkamer. Kijk, hier hakken we dus over, over die muur. Kijk, nu zitten we hier. Deze kan trouwens ook weg. Hop. Uh, die kan weg. Uh, die kan weg. Kijk, nu hebben we al twee aansluitingen. De die kan ook weg. Dus hier hebben we nou al wat meer ja, overzicht van, ja. Ik denk dat deze. De, ja, deze muur gaat er ook gewoon uit. Dit, dit, ja. Dan hebben we gewoon even iets meer duidelijkheid. Ik kan beter even alles eruit. Nou, niet alles. Maar gewoon veel eruit slopen zodat je even wat meer overzicht hebt. Van heel uh, het gebouw, zeg maar. En, uh, dus die doen we er ook even uit. Oké. Okay. Nou, dit er ook allemaal uit. op twee. Hop. En hop. Hoppa. Hier nog wat restpuin op, allemaal weg. Kijk, dat ruimt lekker op. Uh, die laten we er even in, trouwens. Kijk, nu heb je hier gewoon. Ja, kijk, nu kan ik even duidelijk laten zien van wat ik zeg maar een beetje bedoelde. Uh, die kan er even weg. Zo. Kijk, hier hebben we nu zeg maar uh, die badkamer. Hadden we hier. Dit kunnen we eventueel zo doortrekken. Dan kan heel deze muur er hier uit. En uh, dan, ja, die gewoon dicht natuurlijk. En dan hebben we dit gedeelte, oké, okay. <laughs> dan hebben we dit gedeelte, hè? hebben we zeg maar bij uh, de woonkamer, of ja, de keuken in, 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 dit, in dit geval. En dan gaan we even kijken op de bouwtekening of dit draagmuren zijn, want het ziet er natuurlijk niet uit zo. Ja, ik kan trouwens wel een leuke open keuken hier zo maken en dat je deze muur dan weghaalt. En dan hou je dit er zo in dat je een soort van restaurant idee krijgt. Dat zou ook wel ziek zijn. Maar de, de, de woonkamer is echt heel groot, dat moet ik wel zeggen. Dit is helemaal woonkamer. Dus we zouden hier ook eventueel hiervan. Zouden we nog een slaapkamer kunnen maken. En dat we hier gewoon grote woonkamer maken. Want dan heb je nog dat we hier keuken doen en daar de woonkamer. Want dan heb je nog hartstikke veel ruimte over, zoals jullie kunnen zien. Dus ja, we kunnen ook gewoon. Bijvoorbeeld, ik zie in het tweede vakje hier uh, links, zeg maar in het scherm. Zie ik een heel gezin met uh, het zal het zijn? Vader, een, uh, va ja, gewoon een vader en een moeder, drie kinderen. En een oma nog. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, die kinderen kunnen met z'n tweeën op deze sla grote slaapkamer. Maken we hier een kleinere kamer. En die garage, ja, dat is ook handig voor die kinderen natuurlijk. Dan zouden we alleen nog eventueel een slaapkamer moeten maken voor die oma. Maar dan hebben we al wel meer ruimte-ideeën, ruimtebesparing. Kan je hier zo lekker de tuin in? Ah, het, is wel, het is wel een potentieel huisje. Dus ja, ik denk dat er echt wel uh, wat leuke dingen in zitten. Laten we het nu gewoon lekker schoonmaken. En dan ga ik, ja, ga ik gewoon aan jullie vragen of jullie in de comments willen laten weten van, ja, moeten wij meer slaapkamers gaan maken? Of juist um, een grotere keuken? Uh, door dit helemaal weg te halen bij, en dat hierbij te trekken. Of juist uh, de keuken hierheen. Woonkamer daar. En dan hier. Die grote slaapkamer. Kan ook. Dat zou ook een mogelijkheid zijn. Laat het gewoon weten. Zijn gewoon op slaapkamers? Uh, dan, dan, dan stem je uit. Uh, ja. Laat het gewoon weten hier in het i'tje. Ik zal even een i'tje ervan maken. Even een, uh, dat jullie het even kunnen laten weten. En dan. Uh, ja. Dat, uh, dat regel ik gewoon. <laughs> ook niet dat ik het vergeet. Maar dat komt goed. En anders laat het gewoon in de comments achter. Uh, dus voor nu maken we gewoon alles even netjes schoon zodat we een beetje een mooi overzicht hebben van uh, wat we hier allemaal hebben liggen. Dan kan het allemaal weg en ja, eigenlijk gewoon alles verkopen. Mocht je nou ook denken van, hé, dit spel vind ik wel leuk. Uh, je kan het op Steam kopen. Dat kost iets van 9 euro of zo. Zoiets, 9 of 10 euro. Dat kost echt niet heel veel. Maar het is echt wel serieus een leuk spel als je lekker creatief bent. En leuk vindt om dingen te maken en dat soort dingen. Uh, dus dat. <coughs> nou, we hebben verhoeven verder geen muren aan te smeren. Ik vind het hout, vind ik trouwens niet heel mooi. Uh, dat gaan we sowieso dan weghalen. Maar ja, het is nu gewoon even een kwestie. Kijk, dit. Ja, hier heb je ook alweer een ruimte. Kijk, dit, dit snap ik niet. Dan heb je hier zeg maar nog een extra stukje muur. Dus deze. Uh, die. Deze kan er gewoon uit. Kijk. Nu heb je gewoon alweer een gelijke muur. Dat, dit, ja, dat steekt nu een, zeg maar een stuk muur hier uit. Dit hele stuk, hoppatee, gewoon eruit. Dat, dat, dat is allemaal weer ruimte van je, van je woonkamer. Hoppa. We komen wel straks bij die andere uh, terecht. En het is ook gewoon een... Nee, nevermind. Het is geen dubbele muur. Ik sloeg hem niet goed kapot. <laughs> maar ja, dat is gewoon zonde. Want je moet een beetje ruimte besparen denken. Als je dan bijvoorbeeld hier ja, een, een dubbele muur hebt soort van... Dat is natuurlijk totaal niet ruimte besparen. Dus, daarom halen we deze er gewoon helemaal uit. Hop, weg met die troep. Nou, er komt er alweer te staan, er is wat afval te verwijderen. Ja, deur als ik nog bezig ben. Hop, een nieuw, nieuw skill-punt, muurtjes slopen zo zeker. Kijk, nu hebben we hier ook alweer wat meer overzicht. Van hier kunnen we natuurlijk ook nog een slaapkamer maken. Dus dan komen we uiteindelijk, als we hier slaapkamer daar slaapkamer en hier een slaapkamer. Dan heb je gewoon drie slaapkamers. Dan kunnen die, uh, die ouders bij elkaar. Die kinderen kunnen eventueel op deze grote. En dan de uh, ouders uh, hier. Deze is ook best wel groot. Dan trekken we dit in plaats van. Komt dit natuurlijk niet bij de keuken. Maar bij uh, de slaapkamers. Dus dan doe ik dit door het midden zo. Dan hebben we een grote slaapkamer voor de ouders. En dan hebben we nog een klein kamertje voor de oma. En die staan hier. Dan maken we die iets langer, minder breed en zo. Dus er zijn echt wel veel mogelijkheden. Dus ja, laat het gewoon weten. Want ja, ik wil jullie er ook zoveel mogelijk bij vertrekken. En misschien is het ook wel tof om een keer een livestream te doen. Dus laat dat ook zeker even weten in de comments. Moet ik dit gaan streamen? Dan kunnen jullie natuurlijk gewoon live mee beslissen met mijn huis te bouwen, zeg maar. Dus ja, dat eigenlijk. Nou, ik denk dat we voor nu al een op zich wel een mooi iets hebben al neer kunnen zetten. Laat het gewoon even weten in de en in de comments. Van hé, is dit leuk? Gaan we hiermee verder? Dus dat. En dan uh, gaan we de volgende keer gewoon verder. Als ik meer weet van jullie wat jullie ervan vinden met de slaapkamers. Want ja, ik kan nu wel wat dingen gaan doen. Maar als jullie heel wat anders over denken, ja, dan. Uh, ja, dus dat. Dus uh, bij deze wil ik iedereen heel erg bedanken voor het kijken. Like even deze video. En uh, abonneer ook zeker te weten als je nieuw bent en als je interesse hebt in mijn content. En dan hoop ik jullie weer te zien bij de volgende video. Later.